Eén voor één worden de kerstbomen in het knetterende vuur gegooid. En dat levert meteen een mooi vuurspektakel op. De inwoners van Zomergem konden afgelopen zaterdag al voor de 5e keer op rij naar de kerstboomverbranding. Die wordt elk jaar georganiseerd door het oudercomité van de Vrije Basisschool Sint Martinus. En naast kerstbomen verbranden bouwen ze hier ook elk jaar een fijn feestje. Om in de wintersfeer te blijven werd het dit jaar een après-ski feestje met de traditionele glühwein en een winterbarbecue. En dat allemaal op de deuntjes van de Zomergemse coverband. De opbrengst gaat integraal naar de kinderen van de Vrije Basisschool Sint Martinus.